Dividendbeleggen is enorm populair en dat komt onder andere omdat dividendbeleggen, of eigenlijk dividend, een van de weinige echte vormen van passief inkomen is. En wil je dat het echt passief is, dan is het beleggen in ETF's wellicht de beste keuze, omdat je dan niet naar individuele aandelen hoeft te kijken. In deze video ga ik jullie mijn 5 favoriete dividend ETF's laten zien, dus laten we snel beginnen met nummer 1. Nummer 1 is de Vanguard All World High Dividend Yield ETF. En waarom ben ik fan van deze ETF? Nou, met deze ETF heb je een enorme spreiding met één aankoop, zowel geografisch als qua sectoren. Je belegt namelijk met deze ETF in de gehele wereldeconomie. Daarnaast is het een hele stabiele ETF, dus het is een hele mooie basis voor je portfolio. Dat komt ook dus omdat er zoveel spreiding in deze ETF zit. En het is een goede keuze voor beleggers die passief willen beleggen, oftewel niet te veel willen kijken naar hoe het gaat met hun aandelen of hoe het gaat met hun ETF's, maar gewoon iets willen kopen en er verder niet naar om willen kijken, doordat het zoveel spreiding heeft en meegroeit met de wereldeconomie en doordat het een mooi dividend betaalt, is daar dit de ideale ETF voor. En dan gaan we kijken naar wat statistieken van deze ETF. En allereerst gaan we kijken naar het dividendpercentage. Ik heb daar een sterretje bij gezet, want de dividendpercentages die in deze video voorbij komen, zijn geen 100% zekerheid. De percentages willen nogal eens afwijken per kwartaal, want deze dividendpercentages zijn natuurlijk afhankelijk van hoeveel dividenden de bedrijven binnen het ETF betalen. En dat wil nog wel eens fluctueren, dus vandaar dat er een sterretje bij staat. Maar het zal altijd een beetje rond dit getal blijven staan. En van dit eerste ETF is het dividendpercentage 3,9%. Dat is dus een mooi dividendrendement. En daarnaast betalen ze 1 keer per kwartaal dividend. Oftewel, je ontvangt elk jaar 3,9% in totaal. En dat ontvang je dus verdeeld over de 4 kwartalen in het jaar. De jaarlijkse kosten van deze ETF zijn 0,29%. Dus dat is aan de lage kant als je kijkt naar, als je kijkt naar andere ETF's. En het aantal posities, zoals ik al zei, enorm gespreid. Namelijk ruim 1800 posities van over de hele wereld. Oftewel, er zitten gewoon heel veel bedrijven in. En dat helpt je dus ook het risico beperken. Daarnaast zit deze ETF ook in de DEGIRO kernselectie. Oftewel, je kan deze elke maand eenmalig aankopen met de kosten van 1 euro per transactie. Dus dat is een stuk lager dan de normale transactiekosten. Dus dat is ook iets om rekening mee te houden als je bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een bepaalde ETF wil kopen. Het historische rendement van deze ETF zit op de 5,58% sinds de oprichting. En als we kijken naar de afgelopen 5 jaar is dat 7%, dus dat is iets hoger. Het gaat je wellicht opvallen in deze video's dat het historisch rendement wat lager ligt dan bij de groei-ETF's die ik in een andere video besproken heb. En dat komt vooral omdat groeiaandelen de afgelopen jaren gewoon extreem hard zijn gestegen. En dat gaat natuurlijk meespelen met het rendement sinds oprichting. De dividendaandelen zijn vaak aandelen die al langer bestaan, die ook minder groeigeld gebruiken, maar juist waarde uitkeren aan hun aandeelhouders. Daardoor groeien ze wat minder explosief, maar daardoor zijn ze ook wat stabieler. Dus je weet gewoon eigenlijk dat je continu inkomen krijgt in plaats van dat je het risico moet nemen of het aandeel omhoog of omlaag gaat. Dus dat is een keuze of een afweging die je moet maken in de strategie van jouw beleggingen. En als we dan even kijken naar de gewogen blootstelling en de marktspreiding van deze ETF. Zoals je ziet zit het grootste deel in de financiële sector. Dit komt omdat in de financiële sector het gewoon heel erg normaal is om dividend te betalen. Onder andere omdat er vaak hele hoge cashflows zijn. En ook gewoon omdat dit vaak de oudste bedrijven zijn die gewoon een stabiel rendement maken. En dan zul je zien dat het daarnaast nog in heel veel andere sectoren zit. Dus eigenlijk steekt de financiële sector er flink bovenuit en de rest is mooi verdeeld onder de andere sectoren. En als we kijken naar de marktspreiding zien we dat ongeveer 42%
van de bedrijven zich bevindt in de Verenigde Staten. Dus dat is ook best wel een klein percentage als je kijkt naar andere ETF's, zoals bijvoorbeeld de All World ETF, die dus niet high dividend yield is. Daar is het nog een hoger percentage. Maar als we puur kijken naar de dividendbedrijven, zoals in deze ETF, bevindt zich een kleiner percentage in de Verenigde Staten. En dit wordt opgevolgd door Japan en het Verenigd Koninkrijk, waar ook steeds meer bedrijven zich vestigen. En nog een aantal andere Europese bedrijven en ook bedrijven buiten Europa. Maar kortom, één ding is duidelijk bij deze ETF. Er zit een enorm grote spreiding in deze ETF. En ze betalen dus een mooi dividendpercentage. En de tweede ETF waar ik het over wil hebben is de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF. Dat is nog eens een mondvol, maar dit is een hele mooie ETF om in te investeren. Nou, waarom zou deze ETF interessant kunnen zijn? Allereerst zitten hier alleen maar developed markets in, oftewel er zitten geen opkomende markten in. En onder opkomende markten vallen markten zoals China, India, maar ook bijvoorbeeld derde wereldlanden. In deze ETF zitten dus alleen maar ontwikkelde landen die wat stabieler zijn. Daarnaast is deze ETF heel erg interessant omdat er handpicked aandelen van over de hele wereld in zitten. Ten eerste is het dus geografisch gespreid. En ten tweede is er dus echt op individueel niveau gekeken naar bedrijven en zijn bedrijven echt geselecteerd voor deze ETF. Dus er is al gekeken hoe deze bedrijven het doen. En tenslotte heeft deze ETF gewoon een heel hoog dividendpercentage. Dus als je het puur voor het dividend doet, dan zit je ook goed met deze ETF. Maar wat is dit dividendpercentage dan? Nou, dit dividendpercentage is 4,9%. Dat ligt dus ruim hoger dan de vorige ETF. En ook deze ETF heeft een betalingsfrequentie van 1 keer per kwartaal. De jaarlijkse kosten liggen bij deze ETF wel iets hoger, namelijk 0,38%. Dit komt dus omdat er echt individueel aandelen geselecteerd worden. Oftewel, het kost van Eck en Morningstar iets meer tijd om deze aandelen te onderzoeken, maar ook daadwerkelijk aan te kopen. Het aantal posities in deze ETF is 100. Dat blijft ook zo. Het zal 100 blijven. Het kan alleen wel zijn dat aandelen erin gewijzigd worden of verhoogd worden of verlaagd worden. En ook deze ETF bevindt zich weer in de DEGIRO kernselectie. Het historische rendement van deze ETF heeft het een stuk beter gedaan dan de vorige ETF. Bijna 10% sinds de introductie van deze ETF. Hij bestaat nu iets meer dan 5 jaar, dus hij heeft nog niet een hele lange geschiedenis. Maar een rendement van 9,73%. En dit is overigens inclusief dividend. Maar dat is dus een mooi rendement als je kijkt naar het marktgemiddelde. Wel moet ik hier natuurlijk bij zeggen, historisch rendement biedt geen garantie voor de toekomst. Oftewel, historisch rendement zegt niet alles. Maar het is wel fijn om mee te nemen in je overwegingen. En dan kijken we wederom naar de splitsing. En als we eerst kijken naar linksboven, zien we de splitsing van landen. Met de Verenigde Staten aan kop uiteraard. Maar goed, dat is bij de meeste ETF's. Maar dit land heeft in deze ETF maar een klein percentage van 22,6%. Gevolgd door Frankrijk, waar een aantal hele mooie bedrijven zich bevinden. En dan zie je nog een aantal andere landen tussen de 8 en de 5% staan. Met nog wat overige landen. Dus oftewel, er zit hier in de geografie, zeg maar, zit best wel veel spreiding. Er zit niet een heel hoog percentage in één land. Dus daar heb je weer wat minder risico. We kunnen links onderin even kijken naar de sectoren. En ook hier gaat de financials weer aan kop, omdat hier over het algemeen gewoon het meeste dividend betaald wordt. Nou, top 10 posities staan een aantal bekende namen tussen. Wellicht ben je bekend met Verizon. Dit is een internet en tv, et cetera, leverancier in Amerika. Wellicht ben je ook wel bekend met Pfizer, bijvoorbeeld van de vaccinatie tijdens de pandemie. Maar dit is dus een medisch/biochemisch bedrijf die zich richt op de medische sector. En we hebben bijvoorbeeld ook een International Business Machines, oftewel IBM is een technologische sector. Een bedrijf dat zich bevindt dus in de technologische sector. Best wel uniek voor dividendbedrijven, want er zijn niet heel veel dividendbedrijven in de technologische sector.
maar ook bijvoorbeeld een Mercedes-Benz of een Bristol Myers. Er zitten hele mooie en hele bekende bedrijven in deze ETF. En dan gaan we door naar de volgende ETF. En dat is de VanEck Global Real Estate ETF. Waarom zou je deze ETF in je portfolio willen? Nou ja, ik zou je aanraden om deze ETF te bekijken als je op zoek bent naar spreiding richting de vastgoedmarkt in jouw ETF of in jouw portfolio. Want deze ETF richt zich dus alleen maar op de vastgoedmarkt. En dit is dus een manier om dat ook in jouw aandelenportfolio aan te brengen. En nog een ander puntje. De rentes, er wordt verwacht dat de rentes dit jaar en de komende jaren weer zullen dalen. En dit kan mogelijk zorgen voor een stijging in de vastgoedmarkt. Dus als dat gebeurt, is er een kans dat deze ETF daarvan profiteert en dus in waarde omhoog gaat. Goed, is geen garantie, maar wel dus een mogelijkheid. En als we weer kijken naar het dividendpercentage, iets onder de 4% met 3,81%. Is dus een mooi dividendpercentage en ook deze ETF betaalt per kwartaal. Jaarlijks kosten van 0,25%, dus dat is een stuk lager dan de vorige ETF. Is een mooi percentage aan kosten als je het aan mij vraagt voor zo'n ETF. Dan kijken we naar het aantal posities in deze ETF, momenteel 101, waarvan 100 aandelen en 1 cashpositie. En tenslotte ook deze ETF bevindt zich in de DEGIRO kernselectie. Ik heb deze ETF zelf ook een tijd in mijn portfolio gehad voor de spreiding richting de vastgoedmarkt, maar ik heb uiteindelijk besloten om mij te focussen op individuele aandelen en heb ik dus deze ETF eruit gegooid. Maar ik ben wel van mening dat dit een mooie ETF is om een klein percentage van jouw geld in te hebben. Historisch rendement van deze ETF zit op 6,85% sinds de introductie van de ETF ruim 10 jaar geleden. En dat is op zich dus een gemiddeld rendement als je kijkt naar de wereldeconomie. Hij heeft zijn ups, hij heeft zijn downs, hij is heel erg afhankelijk van de vastgoedsector. Maar één ding weet je zeker en dat is dat je een stabiel rendement zal ontvangen. En als we kijken naar de splitsing per landen, daar zie je uiteraard weer Verenigde Staten met flink bovenaan. Gevolgd door Japan met 11,63% en daarna volgen er nog wat kleinere percentages in andere landen. Dus hij zit hoofdzakelijk in Verenigde Staten en dan nog een portie in Japan. Maar wat wel leuk is om te zien is dat deze ETF zit dus binnen de vastgoedmarkt. Maar ook binnen de vastgoedmarkt zijn er heel veel verschillende soorten bedrijven. En daar zie je ook weer wat spreiding terug. Je ziet bijvoorbeeld een public storage in de ETF zitten. Dit is dus een bedrijf dat zich richt op storage units. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een Digital Realty Trust en dit richt zich dan weer op datacenters. Dus die zit weer in een andere sector. En je hebt bijvoorbeeld ook weer een Realty Income, een van de bekendste bedrijven bij dividendbeleggers. En dit aandeel bevindt zich weer in de commerciële vastgoed. Dus ook binnen de vastgoed zijn er weer verschillende sectoren waar deze bedrijven zich bevinden. En die bevinden zich dus weer allemaal in deze ETF. Dus je hebt wel enigszins spreiding, alleen binnen één vaste markt. Dat is dus deze ETF. En dan gaan we naar de volgende ETF. En dat is de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF. Er zijn meerdere varianten van deze ETF. Je hebt er ook eentje die zich richt alleen op Europa. Je hebt er ook eentje die zich alleen richt op de Verenigde Staten. Ik heb voor de global versie gekozen, omdat deze meer spreiding met zich meebrengt. Maar zoals ik al zei, je kunt dus ook kijken of je van een specifieke markt deze ETF zou willen. Nou, waarom denk ik dat deze ETF interessant zijn? Nou, alle bedrijven in deze ETF verhogen of houden gelijk of verhogen hun dividend van de minstens 10 jaar achter elkaar. Oftewel, het dividend van deze ETF neemt eigenlijk jaarlijks toe. Als ze dit niet doen, dus als ze het niet vasthouden of verhogen, dan gaan ze dus ook uit de ETF en dan komt er wellicht een vervanger in die dit wel doet. Kortom, als je deze ETF nu koopt, is de kans groot dat jij bijvoorbeeld over 5 jaar meer dividend zal ontvangen dan dat je nu doet. Dus dat is een kleine
kleine kans waardoor deze ETF toch interessant is om in je portfolio te hebben. En daarnaast zitten er in deze portfolio weer handgepikte bedrijven. Dus je hebt een wereldwijde spreiding van kwalitatieve bedrijven, wat natuurlijk ook fijn is om in je portfolio te hebben. Dan gaan we naar het dividendpercentage en die is 4,26%. Dus dat is ook weer aan de hoge kant als je kijkt naar de andere ETF's. Wederom een betalingsfrequentie van een per kwartaal. Dus elk kwartaal ontvang je dividend. De jaarkosten van deze ETF liggen iets hoger met een 0,45%. Dit komt weer omdat er dus individueel uitgekozen aandelen in zitten. Dus er moet actiever beheerd worden voor deze ETF. Het aantal posities is 100. Dit blijft dus zo. Er komen nieuwe posities bij en dan gaan er dus ook weer nieuwe posities uit. Dit zorgt er dus ook voor dat ze continu kijken wat de beste bedrijven zijn voor deze ETF. En daar kun je dan weer van profiteren. Deze ETF bevindt zich wederom in de DEGIRO kernselectie. En als we kijken naar het historische rendement van deze ETF, is dit wat aan de lage kant, namelijk 4,10% sinds 2013. Oftewel iets meer dan 10 jaar geleden is het rendement van deze ETF 4,10% geweest. En dat komt onder andere omdat het dit jaar gedaald is. Maar er zijn sinds 2013 een aantal crashes geweest. Maar ook is de beurs natuurlijk weer omhoog gegaan. Maar goed, daar hebben deze aandelen dan blijkbaar minder van kunnen profiteren. Maar dus wel een mooi stabiel dividendpercentage met deze ETF. Als we dan weer kijken naar de spreiding. De meeste bedrijven bevinden zich weer in de Verenigde Staten. Ruim 50%. Met daarop gevolgd door Canada en Zwitserland. En als we kijken naar de sectoren, staat de financials een keer niet op 1, maar staat wel een beetje op een gedeelde eerste plek met de utility sector. En dit wordt gevolgd door de real estate sector. Dus dit zijn eigenlijk drie sectoren die je binnen de dividend aandelen heel vaak terug ziet komen. Omdat het gewoon hele populaire sectoren zijn met een hoge cashflow en vaak met bedrijven die al wat langer bestaan. En dan gaan we nu kijken naar de laatste ETF binnen deze video. En dat is de Vanguard Emerging Markets ETF, oftewel de opkomende markten ETF. Opkomende markten kun je dus wederom denken aan bijvoorbeeld China, India en ook bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Brazilië. Dus ook gewoon derde wereldlanden. Dit zijn allemaal opkomende markten. En waarom denk ik dat deze ETF interessant kan zijn? Of eigenlijk wanneer denk ik dat deze ETF interessant kan zijn? Als jij op zoek bent naar spreiding richting de emerging markets of spreiding binnen emerging markets, dan denk ik dat deze ETF goed kan aansluiten op jouw wensen. Deze ETF is ook interessant omdat de kosten aan de lage kant zijn. Maar naar mijn mening zit er ook een downside aan deze ETF en dat is dat een groot percentage in China belegd is. Ik ben zelf niet zo'n fan van beleggen in China. Niet omdat ik denk dat het geen goede bedrijven heeft, maar omdat ik denk dat de beurs te veel wordt beïnvloed door de regering en niet door de kwaliteit van de bedrijven. Dus ik vind het lastig om in China te beleggen. Dat is naar mijn mening een downside, maar er zijn ook heel veel mensen die heel veel kansen zien in China. En dan zou dit dus weer een potentiële upside kunnen zijn. Het dividendpercentage van deze ETF is de laagste uit deze video, namelijk 2,57%. Dus dat is niet extreem hoog. En ook deze ETF heeft weer een betalingsfrequentie van 1 keer per kwartaal. Dus je ziet weer mooi 1 keer per kwartaal het geld binnen in jouw account komen. De jaarlijkse kosten zijn dus vrij laag met een 0,22%. Dus dat is in ieder geval mooi. Dat zorgt er weer voor dat je iets meer rendement kan maken, omdat die kosten dus wat lager zijn dan bij de andere ETF's. En het aantal posities in deze ETF zijn er ruim 2100. Oftewel, je hebt 2100 bedrijven in emerging markets. En dat is natuurlijk een hele mooie spreiding binnen die emerging markets. Oftewel, je hebt eigenlijk de meeste bedrijven in de emerging markets. Dus je investeert echt met het idee dat de opkomende markten, zoals eerder genoemde China, maar ook bijvoorbeeld een Brazilië, dat die in de toekomst gewoon een groter deel gaan uitmaken van de wereldeconomie.
Er zijn heel veel mensen die denken dat dat zo zou zijn. Er zijn ook heel veel mensen die denken, ik investeer liever in de al huidige developed markets. Maar goed, dat is dus een keuze die je kan maken. Je kan deze ETF uiteraard ook combineren met bijvoorbeeld een developed markets ETF, zodat je van beide balletjes kan eten. Deze ETF bevindt zich weer in de DEGIRO kernselectie, uiteraard. Daar heb ik weer naar gekeken. En als we kijken naar het historisch rendement van deze ETF, sinds de oprichting een rendement van gemiddeld 3,18% per jaar. Dat is ruim onder het marktgemiddelde als we kijken naar de gehele wereld. Daarom, dat komt onder andere omdat binnen die gehele wereldeconomie de koers ontzettend hard omhoog is gegaan door een klein groepje aandelen, waaronder de Magnificent Seven. En daar heeft de emerging market niet van kunnen profiteren. Daarnaast is de Chinese koers of de Chinese beurs een groot onderdeel van deze ETF. En die is de afgelopen jaren niet heel lekker gegaan. Maar als jij denkt dat de emerging markets de komende 10 tot 20 jaar het goed gaan doen, is dit dus de ETF die je daarvoor kan aanschaffen. Als we kijken naar de spreiding, zien we uiteraard financieel bovenaan staan binnen de sectoren. En opvallend dat we hier de technologie zien. Dat is ook een van de redenen dat de dividendpercentage hier iets lager is, omdat er meer technologische aandelen in zitten. En die betalen over het algemeen geen hoog dividend. Met deze technologische aandelen kan je bijvoorbeeld denken aan een Alibaba of een Baidu of een Tencent. Het zijn allemaal Chinese bedrijven. Die betalen dus niet heel veel dividend. En als we kijken naar de marktspreiding, zien we bovenaan China staan, zoals ik al had verteld. Maar dat wordt gevolgd door India en Taiwan. Een reden dat Taiwan zo hoog staat is omdat een van de grootste bedrijven ter wereld momenteel de Taiwan Semiconductor is. Dat ligt in Taiwan en dat is gewoon een enorm groot percentage van deze ETF. India is een enorm grote markt, blijft ook maar groeien. Is overigens ook een ETF die ik heb genoemd in mijn top 5 groei-ETF's video. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, bekijk die ook zeker. Maar dit is dus een mooie spreiding binnen de opkomende markten binnen deze ETF. Dit waren mijn 5 favoriete dividend-ETF's. Mocht je het interessant vinden om ook mijn favoriete groei-ETF's te bekijken, dan kun je dat doen in de video hier. En dan hoop ik jullie in de volgende video weer te zien. En ik wens jullie een hele fijne dag. Bye bye.